Utenheugd, in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Riesenholten. En het is de vergadering geet zoals uit in Mert in het plat. Isa Karaman, je woont al meer dan 24 jaar in Riesen, een echte Riesende dus. Maar plat kuien vragen, dat ging nog niet zo best. Nee, ik heb het maar niet geprobeerd, want je weet maar nooit wat voor woorden je gaat zingen tegen de loer in de zaal. Dus ik denk, laat ik het gewoon lekker bij het Nederlands houden, daar ben ik meer vertrouwd mee. Oké, dat klopt. Technisch debatteren is inderdaad een kunst in het dialect. Maar vandaag kwam de APV ter sprake. Belangrijke onderpunten met een aantal abonnementen. Vertel eens hoe dat ging. Het APV is zeg maar de lokale wetgeving die we hebben hier. Eén belangrijk punt was dat de PvdA wilde eigenlijk het vloekverbod uit de APV halen. Nou, we hebben als CDA ook al bij de commissievergadering gezegd van goh, wij begrijpen dat dit niet wettelijk te handhaven is, maar vinden het wel belangrijk als een moreel appel naar onze burgers dat ze respectvol met elkaar om moeten gaan. En dat vloeken eigenlijk niet hoeft en hoort binnen onze gemeente. En de meerderheid van de raad die stemde er ook in met onze visie? Ja, klopt. Uiteindelijk is het amendement van de PvdA het niet gehaald. En hebben we besloten om het vloekverbod gewoon in de APV te handhaven. Oké, en er kwamen ook nog een aantal amendementen van gemeentebelang. Ja. Over het carbidplair. Ja, inderdaad, over carbid schieten met oud en nieuw. Een tweetal dingen. Het eerste was dat mensen ook zeg maar lode buizen mogen gebruiken om carbid af te schieten. Nou, dat vonden we geen goed idee, omdat daar gevaarlijke constructies misschien gebouwd gaan worden. Dus we staan alleen zeg maar carbid schieten met melkbussen toe. En het tweede punt was met carbid schieten was dat, jongeren tot 16 jaar onder begeleiding van volwassenen wel carbid mochten schieten. Nou, dat was, onze fractie was daar niet mee eens, omdat wij dat gewoon nog gevaarlijk vinden. En hoe ga je dat handhaven? Dat, die ouderen moeten ook die kinderen dan constant in de gaten houden. Maar ja, het is toch aangenomen, dus kinderen onder de 16 mogen onder begeleiding carbid afschieten.